De kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smals. Hallo Stallen! Hey, rustig aan, ik fuck you, hè. Maar goeie avond. Ik zal mijn eigen even voorstellen. Dankjewel. Ik ben Stefan en dames en heren, ik heb er zin in! Echt, ik zit zo vol energie, hè. Lemmer, hè. Steven Kruiswijk. Je was een rintje rondom de stad aan het fietsen. Ik ben er 4 keer voorbij gereden. Met een auto. Maar dames en heren, het is alweer 23,5 jaar geleden dat mijn vader en moeder op huwelijksreis waren. En zowaar 9 maanden en 11 dagen later werd ik geboren. Thuis. Op bed. Nou ja, op bed, een matrasje onder de trap moest het mee doen. Toen de tijd kon er niet echt zeggen dat mijn vader en moeder het erg breed hadden. Tegenwoordig zijn ze de 50 gepasseerd en is breed een heel ander begrip geworden. En ze begonnen laatst tegen mij ook al, hè? Stefan, ga moet wel vet kwijt. Ik zeg, hè? Ja, Jezuske. Jij moet wat overtollig vlees kwijt. Dus ik heb 4 weken mijn schoonmoeder in de maas geflikkerd. Maar goed, dames en heren. Ik werd dus geboren onder die trap. En toen de tijd, hè, onze opa, die speelde bij de kikvorsten. En voor mijn geboorte gaf zij daar een zeer halen. De minnaar. Ik had gelijk een scheidekel aan carnaval. Maar dat is wel allemaal goed gekomen, hoor. Het is bij mij wel echt met de paplepel ingegoten. In mijn eerste levensjaar heb ik al van alles mogen ervaren. Keinekwek. Oliebollen fantengeloop. De intocht. Ik werd vergeten in de smitser. Ja, je weet het nog, of niet? Staat er wel goed in dat kleedje. Maar goed, ik werd wel ouder en toen ik dan op een manneke was. Ja, ik ben trouwens nog steeds wel een manneke, maar toen was ik nog een heel klein manneke. Zat ik op de basisschool en daar deden we ook aan Oeteldonks carnaval. Wij moesten meedoen met de kinderoptocht. Verplicht. In de regen. En wij werden begeleid door onze overblijfjuffrouw, juffrouw Magda van Welf. Wij noemen haar ook wel Magda van Welf. Als zij langskomt, dan sterven de bloemen vanzelf. En wij mochten ook helemaal niks van Magda. We zeiden ook steeds van, oh, Magda niet. Maar zij was dus onze begeleider van de kinderoptocht. En toen had zij mij in een veel en veel te klein en strak peksje gedouwd en gedwongen heel die pokken kinderoptocht te lopen. Nou, dan kom ik zo op. Ik wou zeggen, want jullie zullen wel denken, waarom vertelde jij dat? Dat is al heel lang geleden. Nou, ik wil inderdaad even een statement maken. En dan kan ik niet alleen. Heb ik jullie hulp bij nodig. Dus ik wil jullie vragen. Als je ooit, door uw vader, moeder, ooms, tantes, leraren, of wie dan ook, onvrijwillig bent gedwongen met carnaval, een veel en veel te klein en strak pekske aan te trekken. U vooral te delen op de sociale media met de hashtag ik ook. En als wij 40.000 hashtags hebben, dan ga ik persoonlijk naar de ministerraad
om ervoor te zorgen dat strakke en veel te korte pesjes met de carnaval verboden worden hier in Oeteldonk. Maar jongen, jou staan ze wel goed, hè? Maar ik werd wat ouder en carnaval had toch wel een speciaal plekje in mijn hart, hè? En met name de muziekjes. Oh, dat vond ik het mooiste, hè? Dat leek mij zo leuk, muziek maken met de carnaval. Ik weet nog, ik stond op straat en de ene muziek naar de andere muziek kwam voorbij. De krukskes, Jong Talent speelde een mipke, de kickvoor ze hadden pauze. Ik was echt in de zevende hemel. En toen kwam trommelroep de samba voorbij. Oh, ken je dat een trommelroep? Een pokkenherrie, hè? En ik snap er helemaal niks van, hè? Elk nummer, dat klinkt ook hetzelfde. En wat ik nog het meest frappante vind? Er zijn degenen met de grootste trommels, hè? Die doen eigenlijk het minste. Ja, die past ook wel goed in zo'n samba-band, hè. Maar heb je hier ook? Bij zo'n trommelgroep als de samba. Dat je zo'n Oprah Winfrey gevoel krijgt. Ken je dat? Oprah Winfrey gevoel? Jij krijgt koppijn, jij krijgt koppijn. Iedereen krijgt koppijn. Nee, doe mij maar gewoon lekker blaasmuziek. Dus ik ben ook naar de muziekschool gegaan. En dan vroeg ze Jinske, welk instrument wilde jij spelen? Nou, trompet, dat leek mij wel wat. En dat probeer ik nu nog steeds. Ik ben begonnen bij de Koekerellen. Doorgegroeid naar Astrand. En tegenwoordig speel ik al een aantal jaar bij carnavalsvereniging Frappant. Ja, goed dat je oplet, jongen. Maar carnavalsvereniging Frappant, hè. Dat is eigenlijk een carnavalsvereniging dat bestaat eigenlijk alleen maar uit een stelletje pannenkoeken. Maar iedereen is er wel iets. De een speelt altijd te hard. De ander te vals. Weer een die stottert. Eén die stinkt uit zijn bek. En de ander heeft weer een kont in de vorm van een computerbeeldscherm. En niet zo'n nieuwe West laptopscherm, en is zo'n oude dikke monitor. Ja, die moet ik er zelf maar rijden, jongen. We moeten zaterdag maar hier komen kijken, dan kunnen we er goed gaan kijken. Maar goed, de mensen van Frappant, dat zijn wel de mensen waarmee ik groot ben geworden binnen Oeteldonk. Zij weten dingen over mij die jullie niet weten. Een voorbeeldje. En dat is trouwens echt waar, hè? Je kunt er nou niks meer van merken. Maar eigenlijk ben ik een stotteraar. Vroeger was dat veel erger dat ik dat nu doe, maar ik doe dat al van kinds af aan. En vroeger kwam ik helemaal niet uit mijn woorden. Maar tegenwoordig valt het wel mee. En vroeger was het ook heel erg makkelijk ruzie maken met mij. Ik kon over alles en iedereen uitschelden. Maar voordat ik wat had teruggezegd, was ik al lang weg. Maar er was eens een keer dat dat anders was. Mijn eerste ruzie met carnaval. En ik weet, dat moet ik niet doen. Maar ja, ik deed het toch. Ik stond namelijk in de rij om een kruisje binnen te komen. En voor mij stond een man. En die was een beetje boos, die draaide om, geïrriteerd. Want ik zou aan het douwen zijn. En dat was ook zo. Maar ik moest pissen. Ik zeg tegen die vent dat hij maar heel gauw de deur moest lopen met zijn dikke kop. Dat ik hem alles ergens in zou douwen waar de zon nooit schijnt. Dus ik was snel binnen. Met twee blauwe ogen. En de volgende dag werd ik wakker.
Met van die dikke ogen. Helemaal dicht. Ik zag niks. Maar ja, ik kan toch geen carnaval vieren. Ik denk, ja, hoe ga ik dat doen? En ik ook een beetje goed voor de dag kom. Dus ik heb twee van die ooglapjes opgedaan en de stad in. En ik sta daar als een blinde op de parade. Komt er iemand aangelopen, verkleed als dode vis. Niet dat ik dat kon zien, hè? Nee, maar zo ronk het wel. Achteraf scheen er gewoon een journalist van het Brabants Dagblad te zijn. En vroeger, hè? Vroeger hadden we dat nummer. Hoe ging er nou ook alweer dat nummer? Iets met worst? Lekkere worst? Nee. Was dat? Oh ja. Van verse worst. Verse worst. Kredden. Gruwelijke. Dorst! Ja, ik heb een droge keel, jongen. Junior had altijd zo lang, hoor. Ja, ik heb geduld, jongen. Dankjewel, Luc. Lekker. Miranda. Weet je nog? Mijn eerste biertje bij de Cookerelle. Ziek dat ik was, hè, de volgende dag. Ja, dat was wel leuk, hè? Voor jullie wel. Bij mij kwam het er steeds uit. En dan vroegen ze, waar is onze muzikale leider? Ja, die zit nog in het Veren Café. Te knoeien. Met maaginhoud. En ons man is in nog. Ach, Juriske. Het zal wel aan de vis gelegen hebben, hè? Ik zeg, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een tijd met een journalist van Brabants Dagblad staan ouwehoeren. Maar die avond ervoor, hè, was voor mij de eerste keer dat ik mijn carnaval alleen op stap mocht. Dus ik liep ergens, verdwaald, zo zat als een aap, en ik kwam een tentje tegen. En daar boven de deur stond de carousel. Oh, daar had ik wel eens van gehoord, hè. Daar gingen namelijk de grote mensen op stap. En ik wou erbij horen. Ik wou mezelf bewijzen. Dus ik stapte daar naar binnen, in de carousel. Ah! Ik schrok mijn eigen kapot. Allemaal lelijke mensen. Bleek ik helemaal alleen in een spiegeldoolhof te staan. Nou, dan was het toch nog weer tijd om naar de kiet te gaan, hè? Dus ik bel de moeder van mijn oppaskindje op. Want ja, ik ga mijn ouders natuurlijk niet bellen met zo'n verhaal, hè. Daar heb ik natuurlijk geen zin in. En de moeder van zijn oppaskindje, die woont toevallig ook naast ons, onze buren. Zij is makkelijk. Want ja, om mijn verhaal uit te leggen, had ik geen zin in. Maar ja, als ze zouden vragen waar ik zo laat vandaan kwam, is ga je het maar aan de buurvrouw vragen. Heel correct antwoord. Maar mijn buren, die vieren ook carnaval. En mijn oppaskindje, mijn lievelingsdier, is natuurlijk ook een kikker. En ik wou hem verrassen. Ik had voor hem zonder grote knuffelkikker gekocht. Ik wou hem cadeau doen. Ik kom van de week eraan, als verrassing. Ja, dat is nog een droge bek, jongen. Maar, ja, voor de vis inderdaad, ja. Maar ik kom er dus aan, met die grote kikker. En mijn buurman zegt van, ja, hij is net naar boven, hij gaat zo slapen. Maar, ik haal hem wel naar beneden, ik zeg wel dat we een verrassing hebben. Ik zeg, dat is goed, ik verstop me hier achter de bank, we hebben een leuke verrassing. Ze haalt dat jong naar beneden. Ja, we hebben een verrassing voor je. Ze komt beneden in die woonkamer, hij ziet niks. Papa, papa, wat is de verrassing dan? En op dat moment, hè, kom ik achter die bank vandaan met die grote kikker. Verrassing! Begint dat kind te janken. Pokkie, jong. Ja, ben er klaar mee, hè. Oeterdonk is ook voor kinderen. Maar dat moet wel van twee kanten komen.
Iemand bij wie het wel van twee kanten komt, is mijn vriendin. Ik heb sinds 40 jaar een vriendin. En zij komt niet bepaald van hier, zeg maar. Waar ze wel vandaan komt, daar weet ik niet, er zat geen afzender bij. Maar zij wil wel weten wat carnaval in Oeterdom is. Ik denk, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Zal ik hem meenemen naar de smidse? Het Oeterdonks Gemeentemuseum? Nee, ik had een veel beter idee. We gaan naar Rob van der Laar. Rob van der Laar? Wie is dat, vroeg ze? Rob van der Laar, zeg ik. Die weet alles. Oh. En Rob van der Laar, wat voor man is dat? Rob van der Laar, ja, dat is... Dat is een interessante man, zei ik. Nou, oké, vooruit. We gaan naar Rob van der Laar. We komen eraan. En hij ging ons wat vertellen over wat carnaval in Oeterdonk is. En hij vroeg nog of hij een korte omschrijving moest geven. Of dat hij alles zou gaan vertellen. En zo naïef als dat mijn vriendin is, zei ze, oh, we zijn er nu toch, dus vertel alles maar. Een dag en 11 uur later stonden wij weer buiten. En ik zeg, schatje, weet je nou een beetje wat carnaval in Oeterdonk is? Ja, zei ze, hij heeft een boel verteld, want ik heb er geen zak van begrepen. Dus ik denk van, ja, hoe ga ik dat nou doen? Haar uitleggen wat carnaval in Oeterdonk is. Maar ik heb er gewoon meegenomen. Naar Amadeerhuis. Dit keer wel de goede spiegeltent. En moesten daar muziek maken bij de nacht van carnaval. En die avond kwam ze naar mij toe en zei, schatje, ik denk dat ik het begrijp. Ik vind het zo leuk hier. Al die mensen om me heen met die muziekjes. Oh mooi, fijn dat je met mij wilt delen. Oh schatje, fijn. Dat je mij dit hebt laten zien. Oh schatje, ik hou van je. En dan hou ik op, anders staat ze daar te janken. Maar dames en heren, ik vond het niet alleen. Hoor. Maar dames en heren, het maakt dus niet uit waar dat je vandaan komt, hoe oud dat je bent, hoe dat je eruit ziet. Carnaval in Oeterdonk is voor iedereen. En iedereen beleeft Oeterdonk op zijn of haar eigen manier van kijns af aan. Dames en heren. Ik ga mijn trompetje opzoeken. Ik ga mijn eigen vuur bereiden op de eerste volgende dag van carnaval. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. En we zien elkaar, hè. Houdoe!